电影，谁跟他搞？De BNP Paribas Fortis Foundation zorgt ervoor dat projecten met sociale doelen waar kinderen bij betrokken zijn, dat die ondersteund worden vanuit de BNP Paribas Fortis Bank. Wij proberen elk jaar om regionaal een drietal projecten te selecteren voor een maximaal bedrag van 50.000 euro. Iedereen die zich kandidaat wil stellen, kan dat via de website die daar hieronder verschijnt. En we zijn echt tevreden dat we dit jaar in Limburg, maar vooral vanuit Genk, ook een heel aantal projecten hebben toegestuurd gekregen. Het is een plezier voor de foundation om zoveel mensen hier bij elkaar te zien. Dat is misschien wel een beetje eigen aan Limburg. Ik zie iedereen smilen, dat is oké. Wij willen ons als bank ook engageren, engageren naar de maatschappij. En ik denk dat dit hier samen met de foundation dan toch een voorbeeld is hoe wij dat ook in Limburg willen concreet maken. En dat is eigenlijk de bedoeling van vandaag, om dat toch wel even in de verf te zetten. Wij hebben samen ervoor gezorgd dat er drie verenigingen een award gekregen hebben. En dan hebben we van de overige verenigingen hebben wij de medewerkers in de kantoren laten kiezen wie eigenlijk welke projecten dat zij nog wouden sponsoren. Wij zijn Kiwanis Hassel de Langeman. Het project Kiwanis Pop ondersteunen wij voor gans de provincie. Om dus de kinderen in de ziekenhuizen blij te maken en ook daardoor een zekerheid te geven dat zij in goede gezondheid kunnen thuiskomen. Voor de VZW De Egeltjes uit Sint-Truiden zullen wij een bedrag van 25.000 euro ter beschikking stellen voor materiaal en begeleiding. En ook de mensen van De Egeltjes zelf vragen we om kort even een project toe te lichten. Officieel. De Egeltjes is een kleinschalig opvanginitiatief voor kleuters tussen 2 en 6 jaar. Kleuters met stekeltjes. Het zijn kleuters die, als ze zich bedreigd voelen, zich oprollen of in stekeltjes opzetten. Wij proberen een ondersteuning aan te bieden op maat, zowel voor de kleutertjes zelf als voor hun ouders, om zo hen te helpen in hun ontwikkeling. Vooral kunsten voor kinderen die daar minder mogelijkheden hebben, en dat is de VZW Balancecirkel uit Kuringen. Zij hebben een aanvraag ingediend voor extra materiaal en ze gaan van ons een bedrag van 14.000 euro over handen krijgen. Het is een niet-competitieve bezigheid. Het is een artistieke bezigheid waar we veel aandacht eigenlijk hecht ook aan het sociale aspect ervan, persoonlijke groei. En eigenlijk merken we dat vooral de kinderen uit mindere of moeilijkere sociale context, kinderen met wat gedragsmoeilijkheden, eigenlijk hier binnen onze vereniging eigenlijk heel goed aan zijn trekken kunnen komen. Naar één project gegaan, namelijk de Limburgse Mediclowns. En voor hun is er dus ook een extra steun voorzien van 5.000 euro. En ik zou ook de mensen van de Mediclowns even naar voren willen roepen. Ze zijn ook in volle naad toegekomen. Dus ook voor hun proficiat. Wij zijn VZW Mediclowns. Wij bezoeken met zotte clowns, zoals links en rechts of rechts en links, zieke kinderen in ziekenhuizen van Limburg, ook een beetje in Vlaams-Brabant en in de Kempen. En wij trachten ze zoveel mogelijk plezier te brengen, zowel in het ziekenhuis als bij hun aan huis. Ik weet dat banken niet echt populair zijn de dag van vandaag. En dat wij hier kunnen tonen dat wij toch als bank nog wel iets anders zijn dan wat er momenteel rond de banken leeft. Ik ben heel fier omdat ik toch kan zeggen dat een heel deel van mijn mensen ook als vrijwilliger in bepaalde sociale projecten actief zijn. Ik kan er ook nog bij vermelden dat wij deze zomer, naar aanleiding van de organisatie van de Special Olympics hier in Limburg, dat wij met meer dan 60 vrijwilligers van mijn personeel ook deelgenomen hebben aan de organisatie, aan de voorbereiding en de organisatie van die Special Olympics hier in Hasselt en in Genk. Dat is eigenlijk allemaal om te zeggen van ja, het gaat hem in die harde businesswereld, is er ook nog wel tijd voor andere zaken. En dat is vandaag hier toch wel ook getoond dat wij met en dankzij de foundation toch wel in staat zijn om ook voor sociale doeleinden ons in te zetten en de nodige centen opzij te zetten en ter beschikking te stellen. Ja. 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 Ja.